Onder andere de organisatie Koester wordt gesteund door de verkoop van de ERM-kalender. En ik had graag Marie-Jean de Klerk van Koester hier eens bij mij gehad om kort wat meer uitleg te geven over de organisatie. Goedendag Marie-Jean. Kan je me kort eens vertellen, of aan de mensen kort meegeven, waarvoor Koester precies staat? Koester is een letterwoord dat staat voor kinderoncologische eenheid en specifieke thuiszorg. Dat is een heel mondje vol, maar eigenlijk wil dat zeggen dat wij onze kinderen koesteren. Dat wij proberen voor de kinderen met kanker en voor alle kinderen met een levensbedreigende aandoening om daar zo goed mogelijk voor te zijn. En dat doen we door hen om de mate van het mogelijke thuis te verzorgen. Dus van als dat een kind naar huis kan op de kinderkankerafdeling, kan dat met het koesterteam. Wij zijn met 4 verpleegkundigen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur beschikbaar voor het zwaarzieke kind en zijn familie. Bijvoorbeeld een kind met leukemie, dat is eigenlijk het gemakkelijkste voorbeeld. De eerste 6 weken zijn die opgenomen, chemotherapie, zwaar ziek zijn, daarna kunnen die naar huis. Maar als een kind bijvoorbeeld koorts krijgt thuis, moet dat zo snel mogelijk terug naar het ziekenhuis. En dan geven we in het ziekenhuis antibiotica van 1 keer op een dag. En als dat kind daarmee stabiel wordt, dan kan het naar huis en kunnen wij die antibiotica thuis geven. In plaats van dat kind dan weer een week in dat ziekenhuis is, kan dat kind gewoon thuis zijn bij oma en opa, bij mama en papa, bij broers en zus. Dus we proberen eigenlijk het ziekenhuis een beetje te ontlasten door het koesterteam. Als het kind niet kan genezen, dus als het zal overlijden, dan is die zorg eigenlijk volledig door het koesterteam, maar altijd samen met een huisarts en thuisverpleegkundige. Dan doen wij eigenlijk alle zorgen thuis en steunen wij de mensen in die mate dat zij sterk genoeg zijn om hun kind thuis te laten overlijden. Dat is eigenlijk in een notendop Koester. Dank u wel, dat is een hele duidelijke uitleg alleszins. En kan je bijvoorbeeld ook eens concrete voorbeelden geven van als iemand nu een kalender koopt, waarvoor die centen kunnen dienen? Nu al, eerst en vooral Koester, de mensen betalen daar eigenlijk niets voor. Dus als je een project start, we zijn daarmee gestart in 1992 al, ik ben zelf daarmee gestart, samen met professor Benoit. Dus als je een project start, dan heb je eigenlijk ook centen nodig om zo'n project te bestendigen. Want dus, als je start en je moet na 1 jaar zeggen, sorry, ik heb geen geld niet meer, ik moet stoppen, dan heb je eigenlijk niet iets goeds gedaan. Dus daar allereerst, die projecten die lopende zijn, worden ondersteund met het geld dat jullie inzamelen. Maar concreet zijn er nieuwe dingen bijgekomen, bijvoorbeeld dat elk gezin dat binnenkomt wat een kind met kanker krijgt, een financiële ondersteuning. En telkens op basis van het inkomen. Meestal zijn dat jonge gezinnen, het kind wordt ziek, een van de ouders zal thuis blijven. Niet gaan werken is loonderven, is financiële problemen, bovenop de problemen van het zieke kind. Dus Koester of kinderkankerfonds dan komt tussen met een comfortforfait op basis van het inkomen. En dat kan gaan van 100 tot 500 euro per maand. En telkens gedurende 5 maanden. En als een kind niet meer kan genezen, dan krijgt elk gezin 2600 euro. Dus echt wel een heel mooi bedrag om iets te kunnen doen. Bijvoorbeeld met gezin naar Euro Disney. Bijvoorbeeld een grote home cinema kopen. De bedoeling is eigenlijk dat er dan nog iets gedaan wordt aan de kwaliteit van leven van dat kind op dat moment. Perfect, dank u wel. We zullen gewoon samen zijn kleding. De opbrengst wordt ons echt wel heel goed besteed. Bedankt voor je. Anneke, wil je ons eens vertellen hoe en waar jij en Rudy elkaar eigenlijk hebben leren kennen? Dat was... Ik dacht met een uitleg, gaat hier veel te lang duren. Dat was op het punt dat ik zogezegd zelfmoord ging plegen. Namelijk op de set van de Spoed. En ik was toen 19 jaar, of 20 jaar, al heel lang geleden. En ik speelde een meisje dat niet met haar ouders meer overeen kwam, omdat ze moest dat eindstuderen, maar ze wou iets anders doen. En dat kind was helemaal depressief geworden. En ze ging bovenop een gebouw staan. En dat was een gebouw van 12 meter hoog in Eligum. En Rudy stond beneden om mij op te vangen. Perfect. En jullie hebben contact blijven houden dan? Voilà, ja. En af en toe sta ik... Is dat jullie zijn kalenders? Want ja, als ik het goed doe, dan zie ik dat ik gezien, uiteraard. Dat is leuk, dat is waar.
En wat vond je ervan dat Rudy deze keer een speciale vraag had? Een verjaardagskalender volledig aan jou gewijd. Allereerst is dat gewoon heel leuk, omdat je dan heel leuke foto's krijgt van jezelf. En dat is tof. Alle dames die hier zitten weten dat dat plezant is om leuke foto's van jezelf te hebben. Maar ook omdat het iets anders was. Je moet dan één mooie foto uitkiezen. Moet je proberen om een hele reeks poses te verzinnen. Ik ben niet echt een model. Ik speel af en toe wel eens model, maar niet echt professioneel op catwalks of kleding was daar. Dus dat is voor mij toch altijd heel even wennen. Maar hij krijgt mij dan wel los hoor. En uiteindelijk zijn er dan wel toffe foto's uitgekomen. Maar ook omdat ik nu zelf een steentje kan bijdragen. Als ik mijn best doe om de kalender te verkopen, kan er misschien nog net iets meer naar het goede doel gaan. En naar koester. Dus ik koop het vandaag. Dat is waar, inderdaad. Je zegt ik ben niet echt een model, maar ik zag op je site dat je toch wel een duizendpoot bent. Ik ga het eens opnoemen. Acteren, zingen, presenteren, podiumcoach, actrice uiteraard. Maar je hebt naast al die zaken ook een eigen juwelenlijn en ook een webshop, Love Fairy Tales. Kan je mij daar wat meer over vertellen? We Love Fairy Tales heb ik 7 jaar geleden ook gestart. Het eigenlijk een drang om... Ik hou van schattigheid en ik ben eigenlijk helemaal geen typische vrouw. Ik ben eigenlijk meer zo iemand die van cute dingen houdt. En ik vond er eigenlijk niks van. En dan dacht ik van, nou, dan maak ik het zelf. Dus zo ben ik daarmee begonnen. En ik doe altijd alle grote vrouwenbeurzen, de Libellenbeurzen Fair. En een goed gevoel, ladies fair, daar sta ik altijd. Maar je kan natuurlijk ook gewoon online bestellen. Dat is waar, dus ik zou zeggen, neem allemaal maar eens een kijkje. Ik heb het al gedaan en er staan hele leuke spulletjes op. Voor ik je terug in de zaal laat gaan, denk ik dat er nog een kleine verrassing van Rudy wordt aangeboden. Oh, amai, dan moet ik dat eigenlijk zo houden, hè? Oh, merci, merci. Goedemiddag, Nathalie. Ik heb vernomen van Rudy dat het je allereerste fotoshoot met hem was. Hoe is dat verlopen? Heel vlot moet ik zeggen. Rudy is een hele sociale en rustige man en heeft mij ook heel rustig kunnen krijgen. Dat is allemaal heel vlot verlopen. Is het iets die voor herhaling vatbaar is? Voor mij dan. Voilà, Rudy, je hebt het gehoord, dus Nathalie heeft er zeker nog zin in. Dankjewel, Nathalie. Ellen, goedemiddag. Het was niet de eerste keer, denk ik, dat jij voor de lens stond. Nee, inderdaad. Dat was de tweede maal. En ben je tevreden van het resultaat? Heb je je foto's al gezien? Ja, ik heb ze ondertussen al redelijk goed kunnen bekijken en ik ben zeer tevreden. Ja. Heb je het gevoel, het is de tweede keer, dat het dan iets gemakkelijker gaat? Ja, inderdaad. Het gaat vlotter de tweede keer. De eerste keer was ik heel gespannen, maar nu... Relaxed al een beetje. Perfect, dankjewel. Sarah, de naam Van Ooyen, die kan misschien bij een aantal mensen onder ons bekend in de oren klinken. Ja. Dat klopt. Ik ben dochter van Frankie van Wierenner. Voilà. Frankie Van Ooyen, inderdaad. Ik denk dat die tafel, dat die naam hem wel bekend zal klinken. Voor jou was het ook de eerste keer dat je voor de lens van Rudy Manot stond. Hoe vond jij dat? Het is inderdaad de eerste keer en voor mij was dat vlot verlopen, ja. Denk je dat je de smaak te pakken hebt, wil je nog dergelijke zaken doen? Ik denk het niet. Nee. Allee, het is zo, ik vond het een plezante dag, doe het voor het goede doel, maar het ligt niet echt in mijn... Voor Rudy bijvoorbeeld wel, maar het is niet dat je zegt van ik ga nu een andere weg inslaan in mijn dagelijks leven bijvoorbeeld. Nee. Perfect, dank je. Ja. Die dacht ik, ja, mag tot bij mij komen. Jij was al meermaals model voor Rudy. Ben je dan eigenlijk nog zenuwachtig voor een shoot? Ja, eigenlijk soms toch wel, ja. Hoe dat gaat lopen, hoe dat je voelt, dat is niet altijd zelfs. En zijn er dan speciale dingetjes dat je zegt, dat of dat kan ik doen om mijn zenuwen wat te onderdrukken? Ja, ik denk gewoon van blijven doen. Dus ook een fotograaf is zelfs niet altijd gerust, dus ja, geen probleem. Het resultaat is alleszins in orde, dus we hebben er niets van gemerkt dat je zenuwachtig was. Dankjewel, Anne. Dag, Sarah. Hoe verliep de fotoshoot voor jou, Sarah? Heel stresserend. Hoe komt het? Was het de eerste keer? Ja, nog nooit gedaan. Ja.
En Rudy heeft u toch wel een beetje op je gemak kunnen stellen, denk ik. Ja, een paar kavertjes en toch een paar kavertjes. En heb je de foto's al gezien? Ja, ja, ze waren er. En was er aan te zien dat er kavertjes bij zaten? Ik weet het niet. Dank het niet, dank het niet. En anders had Rudy dat wel weggefotoshopt. Voilà. Perfect, dankjewel. Goedemiddag. Ik vernam van Rudy dat jij een van zijn vaste modellen bent voor Pax Swimwear. Ja, dat klopt. Ja, en ben je naast model voor Rudy dan ook nog met andere zaken in die richting bezig? Nee, eigenlijk niet. Enkel met Rudy. Ja, Rudy, dat is interessant. Dat is een primeur. Hè? En andere opdrachten of shoots, is het iets wat je zou willen doen? Nee, deze is eigenlijk zo'n beetje een hobbytje. En wat doe je in het dagelijks leven? Gewoon werken. In een kledingwinkel. Ah, in een kledingwinkel. Dus je bent toch wel een beetje bezig met voorkomen en dergelijke. Perfect, dankjewel voor je aanwezigheid vandaag. Goedemiddag, Lindy. Ik hoorde van Rudy dat het de eerste keer was ook dat hij de shoot met jou gedaan had. Maar ik weet dat je toch in het dagelijks leven ook bezig bent met voorkomen en mode. Dus iedere week kan je mij zien op Facebook. We hebben een kledingzaak. En ja, die man neemt iedere week fotootjes van mij, maar als je voor Rudy staat, is het toch nogal iets anders. En ligt dat dan aan de fotograaf, de manier van fotograferen? Nee, Rudy is top, dus het ligt niet aan hem. En wat bedoel je dan, dat het anders is? Ja, ik weet het niet. Als het thuis is, zijn we dat gewoon van te doen. Maar bij Rudy moet je nog andere pauzes innemen, dus ja. Ja, jij hebt eigenlijk al een beetje mijn volgende vraag verteld. Ik had het inderdaad gezien op je site. Dus je bent het toch iets of wat gewoon. Maar ik kan begrijpen dat dat toch nog anders is. Perfect, dankjewel. Julie, jij bent een van de ETM-models, heb ik me laten vertellen. Is het dan zo dat je het gewoon bent om dergelijke shoots te doen? Ja, ik ben al een beetje gewoon. Maar ik denk dat dat ook altijd een beetje aanpassen is. Nagelang de context van de shooting. Ja, inderdaad. Dus de ene keer is het in beachwear of andere kledij. Ja. En ook voor welk doel het waarschijnlijk is. Ja, dat is waar. En ook ja, de fotograaf is ook altijd verschillend. En ja, ook altijd heel leuke mensen en heel leuke kennismaking. Ja. Perfect, dankjewel Julie. Hallo Laura. Ook jij bent een beetje een bekend gezicht. Het is niet de eerste keer dat je voor Rudy, als model staat. Onder andere voor Pax Swimwear ben jij ook een model. Vond je het leuk om opnieuw van de partij te zijn? Ja, natuurlijk. En je prijkt zowel op de stadskledijkalender als op die van de Pax Swimwear. Ik weet niet hoe dat precies komt. Ik weet eigenlijk ook niet. Zou het kunnen te maken hebben met een misverkiezing? Ja. Ja, ik heb meegedaan aan Miss Wellness Beauty. En waarvoor staat die verkiezing precies? Dat is een verkiezing die draait rond de schoonheidssector. Dus je moet zelf actief zijn in die sector dan? Ja, je moet daarvoor actief zijn in de sector om iets te kunnen doen. Dus je bent schoonheidsspecialiste of? Ja, ik ben schoonheidsspecialiste en ik studeer in Overkamp. En die verkiezing, wanneer was die precies? De finale was 23 april 2017 en daar ben ik eerste Iredaan geworden. Proficiat, dat is een applausje waard, denk ik. Goedemiddag, Amber. Ook jij bent een van de ETM-models. Mag ik er dan van uitgaan dat je het leuk vindt om voor de lens te staan? Ja, uiteraard. Is het iets wat je vaak doet? Het is een hobby, dus niet wekelijks of zo, maar af en toe wel, ja. En wat doe je zelf in het dagelijks leven? Ik ben opvoedster. Het is helemaal anders, dus ik denk dat dat inderdaad wel leuk is. Het is een hele afwisseling. Ja, inderdaad. Perfect, dank je voor je komst vandaag. Jolien, goedemiddag. Jij bent de zus van Laura, die we hier daarnet bij ons hadden. Zit zij er voor iets tussen dat jij op de kalender staat? Ja, door mijn verjaardag. Ik weet als verrassing dat ik bij Rudy op de foto's mocht. Leuk geschenk. Mooi idee. En gaf je zus je wat extra tips? Of ja, zij heeft het al eerder gedaan. Heb je wat steun of extra tips gekregen? Ja, ze is eigenlijk meegegaan op de fotoshoot en ja, ze stond naast mij. Te ver het voor te tonen of te zeggen wat ik moest doen. En dat is aardig gelukt, ik heb het al gezien. Dus is het iets wat je nog meer wil doen? Dat denk ik niet. Zo goed heeft ze het dan toch niet gedaan? Nee, maar ik denk dat dat meer aardig is. Ik vind het wel leuk om te doen, maar niet voor het elke maand zo'n aantal keer te doen. Perfect, oké, dankjewel. Goedemiddag Alexandra, ik heb me laten vertellen dat jij familie bent van Rudy. Ja, dat klopt, inderdaad.
Ja, het is een beetje een verdere familie. Het is een beetje te ingewikkeld om uit te leggen, maar Rudy en ik hebben wel altijd een hele goede band gehad samen. Leuk. En ik heb ook gehoord dat de foto's eigenlijk wel op een hele speciale dag genomen zijn. Kan je daar ons wat meer over vertellen? Ja, dat klopt. Rudy heeft de foto's genomen op onze trouwdag, want 18 augustus dit jaar ben ik getrouwd ook met Jarik, mijn man. Proficiat, en dat is wel leuk om zo'n foto's dan op een kalender te zien. Ja, het is een keer iets uniek. Het is wel helemaal anders dan op de kalender van de andere modellen, maar het is zeker wel leuk. Ik vond het aangenaam verrast dat ik er mocht bij staan. Ja, en heel mooi. Ik heb de resultaten al gezien. Het is iets extra erbij. Dankjewel. Goedemiddag, Dominique. Hoe ken jij Rudy Manoot? Het is mijn postbode. Dat had ik al gehoord. En is een goede facteur. Ja, zeker. De post komt altijd terecht. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik heb een eindredeurzaak. Ja, in de Valderaan, ja. En dus, ja, die fotoshoot is iets helemaal nieuw voor jou. Had je zenuwen? Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Maar het is wel gelukt, heb ik gezien. Ja, het is gelukt, maar was blij dat het gedaan was. Is het waar? Ja. Niet voor herhaling vatbaar dan? Of gewoon... Oh, maar Rudy wel. Maar Rudy wel. Voilà, Rudy. Dus volgend jaar mag je die dame opnieuw uitnodigen. Dankjewel, Alessin. Babette, goedemiddag. Ik kreeg te horen van Rudy dat je hem zelf contacteerde met de vraag of hij nog dames zocht. Van waar je interesse? Ja, dat klopt. Ik wou eigenlijk mijn centje bijdragen voor het kinderkankerfonds. Omdat we hebben ook zelf meegemaakt dat er wel in de familie kanker overkwam. Dus vandaar dat ik mijn centje wou bijdragen. Ben je blij dat je het Rudy gevraagd hebt? Hoe is het verlopen, de shoot? Het is heel aangenaam verlopen. Het was een heel gezellige middag. Dus... Ja, zeker voor herhaling vatbaar. Voilà, dat was mijn volgende vraag, maar die heb je al beantwoord. Ja. Dankjewel. Leen, was het moeilijk om het stil te houden of had papa al iets door? Ik denk het niet. Ik heb alle moeite gedaan om het te verzwijgen, dat hij het niet wist. En Erik, is dat gelukt? Blijkbaar wel, ja. Ik denk dat er daar nog iets extra ligt op, op het tafeltje. Voilà, Erik. Rudy is er weer in geslaagd. Dank u wel. Zet je op je hupje, vriend? Hij weet een heel goeie.